Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 10 september. Het ziet er mooi uit in Nederland, de zon schijnt volop, alleen in het westen valt hier en daar een buitje. De loop van de ochtend neemt wel de bewolking toe. Maar op veel plaatsen blijft het gewoon droog en de temperatuur ligt tussen de 13 en 15 graden vanochtend. En vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 18 graden. Ook dan kan er nog een enkel buitje vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En misschien wordt het bij brede opklaringen wel lokaal 19 graden. Wel trekt de wind aan, die wordt matig tot krachtig uit het zuidwesten. En vanavond zelfs hard. Dan gaat het ook vanuit het westen regenen. De regen die trekt in de loop van de avond en de eerste deel van de nacht naar het oosten weg. En dan volgen er weer een aantal buien. En morgen overdag krijgen we ook met buien te maken. De temperatuur ligt inmiddels rond de 17 graden. Mogelijk dat er in de middag ook nog een klap onweer hier en daar voorkomt. De wind blijft stevig, vrij krachtig tot krachtig uit het zuidwesten. Dinsdag ook nog een aantal buien met iets minder wind. En woensdag wordt dan de minste dag van de week. Het gaat hard waaien en er valt veel regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Donderdag wordt het fris met zo'n 15 graden, maar het weerbeeld wordt dan wel geleidelijk beter.